Dit is dus de moppetrommel. En de eerste, ja, natuurlijk is dat de belangrijkste moppen. De belangrijkste moppenvorm, dat zijn de Jantje moppen. Hè. Die zijn net iets leuker dan al die andere moppen. En de laatste Jantje mop die ik gehoord heb, om maar bij het einde te beginnen, want Jantje is ook echt zo iemand, die begint altijd bij het einde. Maar dus de eerste Jantje mop die ik jullie ga verklappen, die heb ik dus recentelijk gehoord in het streetcafé te Arnhem. Van mijn goede vriend Billy. En het ging als volgt. In die dagen had je vliegtuigen met stewardessen die echt bezorgd waren. Misschien heb je die momenteel nog steeds wel hoor, maar in die dagen was dat ook zo. En die stewardess die was dus door die piloot de cabine uitgestuurd. En die moest alle passagiers gaan controleren of het allemaal wel veilig ingesnoerd zat. Hè? Nou, komen ze dus. Ja, iedereen zat in principe veilig ingesnoerd. Maar behalve dus op rij zoveel, zit daar een man en die had dus een parachute op zijn rug. En die zat dus niet veilig ingesnoerd. Dat in ieder geval, ja, het zou nog wel kunnen, maar het zag er heel gek uit. En zij zei dus tegen die passagier van, is dit wel veilig? En die passagier zei, ja, ben jij gek geworden of ben ik het, hè? Tuurlijk is het veilig. Als er zo dadelijk iets gebeurt, dan ben ik weg. Ik weet waar de nooduitgang is. En dan kom ik zonder jullie wel in Kuala Lumpur. Dan neem ik wel dat lokale bustreintje. En die stewardess die schrok helemaal van die brutale mond van die man met die parachutes. Die denkt, nou oké, ik laat u met rust. Dus die liep dan door en zit daar een man met skis. Gewoon wat ze in Zwitserland als nationale hobby hebben of zo. Iets met Prins Friso, maar die ging ook altijd skiën. Hè? Gewoon in leg, maar dat soort skis. En die zat ook heel erg gek in zijn. Hij kon die veiligheidsriem er wel inzetten, maar ook zijn knieën moesten omhoog vanwege die skis. Dus dan denkt die stewardess, heel terecht naar mijn mening hoor. En die heeft daar een vraag over. En toen zegt die man, ja, moet je luisteren mijn lieve kind. De kans dat wij gewoon midden in de lucht een ongeluk krijgen is niet echt heel groot vergeleken met de kans dat wij tegen een bergtop aanknetteren. En als dat gebeurt, dan breekt meestal de romp en ik duik eruit en ik ski omlaag. En dan kom ik zelf wel in Kuala Lumpur zonder jullie vliegmaatschappij. Maar wel veilig. Oh, dacht die stewardess, wat een vervelende dag wordt dit. Dus nou, de rest had allemaal netjes ingegordeld. Dus dat was echt klaar en dan was ze vlak bij de toiletten. En denkt ze, wat ligt daar nou op de grond? Nou, daar was dus een dikke vette negerin. En Jantje, die zat er bovenop. En die zat hem erin te hangen. Toen zei die stewardess, Jantje, is dit veilig? Ja, natuurlijk, zei Jantje. En heel geduldig neukte hij die negerin lekker door. Precies zoals die negerin dat lekker vond. En hij zei tegen die stewardess, kijk, als wij een ongeluk krijgen, dan zit ik in een zwarte doos. Dus dan word ik als eerste gevonden.